Mijn naam is Rolf Mooij. Ik ben senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. En ik ben hoogleraar bij de afdeling Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen Universiteit. Om goed gebruik te maken van monitoringsdata in het waterbeheer, om effectief en kostenbesparend waterbeheer te doen, heb je modellen nodig. Eerst de statistische modellen om van je data informatie te maken. Dan conceptuele modellen om die informatie tot begrip op te werken. En tenslotte, als je dan wat als vraag wil gaan stellen, dan moet je dus over hypothetische situaties, als ik daar een dam leg of als ik fosfaat ga reduceren, dan heb je modellen nodig die echt in de toekomst kunnen kijken. En dat noemen we dan procesmatige modellen, waarin je de hele kringloop van alle nutriënten en organismen meeneemt. Ja. Dat is mijn core business. En u zei dat u het een beetje spannend vond om op dit congres over die modellen te beginnen. Kijk, je staat daar niet voor jezelf, je staat daar om te communiceren. En elk vakgebied heeft zijn eigen jargon en zijn eigen dingen waar mensen in geïnteresseerd zijn. Dus ik ga altijd even een beetje sonderen zo van wie vindt, spreek je de mensen aan? Dat is ook een van de redenen dat ik veel met handopsteken gewerkt heb. Omdat ik gewoon mensen hun betrokkenheid wil laten zien. En ook voor mezelf wil voelen van sluit dit aan bij wat er leeft in de gemeenschap. Het is ook een tweegesprek. Ik wil ook oppakken vanuit de gemeenschap van waar zijn nou de behoeftes? Ja. En wat is voor u de belangrijkste boodschap waarvan u hoopt dat die is blijven hangen bij de deelnemers? Nou, dat gebeurde eigenlijk een beetje aan het einde van bij de vragen. Vroeg ook die voorzitter van wat is nou, er is zoveel en raakt niet iedereen van het padje. Mijn stelling was omdat er is heel veel en er leiden veel weg naar Rome. En toen legde ik uit dat ik vroeger ook dacht dat er eigenlijk te veel is. En dat we eigenlijk een beetje dom bezig zijn en allemaal opnieuw het wieland uitvinden zijn. Maar dat ik nu zie, juist voor die waterbeheerders, zijn heel veel situaties zo specifiek dat je ook heel specifieke tools nodig hebt. Alleen, hoe vind je die specifieke tools? Dus dat is voor mij nu er is echt een informatiebottleneck. Ja. En die informatiebottleneck daarvan is dus het idee dat we daar via een website of via toch een platform wat echt gericht is op ecologische modellering iets voor de waterbeheerders willen gaan doen. Oké, dus het wordt vervolgd. Het wordt zeker vervolgd en dat noemen we dan het Aquatisch Ecosysteem Modelleerdersnetwerk. Dat bestaat internationaal al. En daar willen we nou een soort Nederlands draai aan geven. En misschien dat andere landen dat ook op willen pikken. Dat je eigenlijk een soort gemeenschap krijgt van lokale gemeenschappen die dan samen via de wetenschap weer internationaal met elkaar communiceren. Een soort community. Ja. Oké, nou, dank u wel. Graag gedaan.